De allereerste video die wij maken in 2019, ik wilde zeggen 2018 man. We kregen heel vaak de vraag op de video van vorige week, die rotjes video, of wij even wilde laten zien wat we nog over hebben van oud en nieuw. En dat kan ik jullie wel best wel laten zien. Het is bijna niks meer. Het is echt bizar. Jullie zien namelijk nu hoe onze collectie er precies 2 weken geleden uitzag. Moet je zien jongens, alles bij elkaar. Die staat nog online, dus jullie kunnen hem gewoon gaan kijken. En we hadden denk ik rond de 4000 euro vuurwerk, misschien zelfs iets meer. Ja, 4,5 ongeveer. Ja, we hadden het 4000 neergezet, maar het was wel echt meer. Alleen wat er dan uiteindelijk van over is gebleven is echt een heel klein deeltje. En dat is best wel ziek, want we hebben goed doorgestookt op oud en nieuw. Ook vanwege het weer natuurlijk, het was droog dit jaar. Aan het einde van de avond begon het een beetje te regenen. Met die compounds was het best wel kloten. Beetje, maar dat is echt maar heel even. Ja, dus dat was wel geluk, maar toen hadden we bijna alle compounds al gedaan. Dus die hebben allemaal beeld en daar hebben we natuurlijk niks van over. Ik wil alsnog wel even een hele dikke SO doen aan iedereen die deze video ziet. En iedereen die heeft gekeken, iedereen die support heeft gegeven in december. Ik ben nog steeds een beetje aan het rusten van die tijd. Ik hoop ook dat jullie allemaal onze video's missen, want we hadden natuurlijk in december iedere dag een video. Die komen ook wel weer terug hoor, maar natuurlijk nu niet meer. En voor de rest, ja, we blijven gewoon nog uploaden. Er blijven video's komen, ook afsteekvideo's. Voor nu laat ik zien wat we hebben. En volgende week zal er wel weer een afsteekvideo komen. Ik hoop dat jullie daar zin in hebben. En ik wil ook even iets mededelen aan jullie. Kunnen jullie misschien in de reacties neerzetten wat voor video's jullie graag willen zien? Laat het even weten. En kom niet met polen of zo, weet je. Kom met iets unieks, weet je. Iets nieuws wat jullie graag willen zien. Ik ben heel erg benieuwd of er tussen jullie reactie iets zit waarvan wij denken, hé, dat gaan we doen. We beginnen hier rechts in beeld. Daar hebben we namelijk 3 broden rotjes. Net als vorig jaar. Alleen hebben we er nu 3 van. Hé, deze is kapot, man. Ja, helaas. Ja, never mind. Bij de kerstboom zien jullie deze broodrotjes. Uit 1995. Dus hoe dik is dat? Ik denk dat de helft van iedereen die nu kijkt toen nog ineens geboren was. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze knallen, man. Die kerstboom of die rotjes? Ja. Maar hier zitten er dus 200 in. Ik ben inderdaad benieuwd hoe ze knallen. Binnenkort komt hier een video over. Maak je maar geen zorgen. En moet je kijken hoe toen die tekst erop stond. Buiten gebruiken, niet in de hand houden. Ja, echt, hè? Neerleggen. 2 pakken babypijlen is ook een collectors item. Nederlandse lawinepijltjes. En trouwens, deze producten hebben we van een speciale kijker gekregen. Dus ik wil even een hele dikke SO doen naar diegene. Want ook deze babypijlen hebben we van hem gekregen. Die zijn uit 2010 geloof ik, hè? 2008. Ja, en die bewaar ik wel, want die zijn natuurlijk niet meer te koop. Ja, wel in België, maar ik vind wel dik dat we nu echt, ja, babypijlen uit Nederland hier hebben. Voor de rest, een grombloem. Heel triest, eentje. Ja, grapje. Het is gewoon zo eens een grombloem die vroeger heel erg bekend was. Oh, zie je het zo goed? Voor de kakers. Yes. Echt zo met die bloemen erop, dat is echt van vroeger. Daar begonnen ze mee. Ja man, en dat waren toen ook wat grotere grombloemen. Die van nu, die kat 1, die zijn wat kleiner. Het is echt 9 jaar geleden dat die verkocht werden. Ja mooi, daarom is het kat 1. We hebben ook hier, om even klein te beginnen, nog megabombs over. Die hadden we nog op een andere locatie liggen. We hadden natuurlijk dit jaar 2,5 karton. Alleen dit stond nog van ja, jaren geleden. Volgens mij komen deze uit, ja, 2016 staat erop. Maar ja, zoiets. Deze zijn wel wat ouder. Maar die had ik nog liggen en die dacht ik van, ja, die wil ik wel van jullie laten zien. Zijn er in totaal 6, 8, 10, 11. 11 pakken rotjes. Voor jullie ook denken, hebben jullie nog cakes over? Nou, echte cakes hebben we niet over. Wel hele kleine cakes. Cakejes van Duitsland, namelijk de Artus. Iedereen kent ze natuurlijk. Natuurlijk houden wij die over, omdat heel, ja, we hebben natuurlijk best wel wat gehaald weer in Duitsland dit jaar. Het verbaast me wel dat alle alligators op zijn, man. Inderdaad. We hebben echt heel veel alligators. 24 van. En die hebben we allemaal opgestookt. Die staan trouwens niet in video's. Die zijn niet in de compilatie opgenomen. Omdat wij, ik had al een uur lange compilatie bijna. En, het is niet leuk om 24 keer een alligator te zien. Precies, we hadden dus compounds dit jaar. En die compounds die heb ik in de compilatie gedaan. En een paar alligators, maar ik wilde ze niet allemaal doen. Artus hebben we wel van over. Dit zijn er in totaal, want hierachter staan er ook 3. Dus dit zijn er 10. Exact. En in dit karton staan er nog 12. Dus dat maken er 22 totaal. We hebben er nog 22 dus. Jullie horen het. Hij is niet hol van binnen, dus er zitten er echt 22 in.
En die bewaren we gewoon voor het jaar heen, door het jaar heen of misschien wel voor volgend jaar even zien. Ze zijn ook legaal hoor, want... Stond er nou een Nederlandse tekst op? Ja, bij de Arthur staat dat wel. Bij de Alligator niet volgens mij, hè? Nee man, kijk hier, Nederlandse tekst. Kat F2. Sick. Dus ze blijven altijd erg leuk. Ja, bij wijze van zouden Nederlandse winkels dit ook kunnen verkopen, man. Klopt. Maar dan zouden ze denk ik geen 4 euro zijn. Hier, een kerstmanknaller. Red Bastards. We hebben er heel weinig van afgestoken dit jaar. Omdat we echt... Bijna niet, volgens mij. Natuurlijk bij Kaffrata die grote Tunneking bestelling hadden gedaan. Maar daar kom ik zo even op terug. Hoeveel zit hier ook weer in een pak? Dat zijn 40. 40 stuk. En dat keer 6 dus zijn er 240. Ja, we hebben hier nog 240 Tunnekings dus. En dit zijn goede Tunnekings hoor. Deze zijn inderdaad erg goed. Er zit ook sierfek bij. Klopt. En om maar even te blijven bij de Shocks. Oh, pijlen vallen. In de pijlen. Epic Shock XL. Die hebben we ook nog. We zijn wel een beetje opgelicht, want wij dachten XL dat ze juist groot zouden zijn. Maar het zijn echt kleine dingen. Ja man. Maar goed, daar hebben we in ieder geval ook nog een pak van. En altijd lachen. Hier. En deze mensen. Die zijn echt goed. Ik had echt niet verwacht dat ze zo goed waren. Wij hadden dit jaar 6 pakken HBF Rockets van Zena. En deze knal die eraf komt was echt niet normaal. Weet je, het heeft niet de knal van een lawinepel, maar ook niet de knal van een 6-6-pel bijvoorbeeld. Het is, je moet het eigenlijk zien, het is gewoon een soort lightyear, maar dan met een hardere knal. Ja, zeker. Zeker, man. Het heeft echt een goede knal. Dus daar hebben we de Express 4 van bewaard. Want ik zag niet, ik heb gezien dat, nou je weet natuurlijk nooit of Zena ze komend jaar ook nog verkoopt. Dus we hebben er eigenlijk al 56 afgestoken van oud en nieuw. Dat is echt veel. Die zijn wel allemaal in de compilatie volgens ja, mij. Ja, klopt. Hier. Tunneking van Madoc. Ik ben heel erg te spreken over die dingen. Omdat ze blijven altijd natuurlijk deze grootte houden. Niet van die, weet je, van dit soort formaatjes. Die zijn er trouwens uit, hè, officieel. Ja? Ja, man. Bij de Intratuin hebben ze die ook niet meer. Ja, die zouden we van vorig jaar nog liggen. Ja, daarom. Die kleintjes vonden ze gevaarlijk. Klopt. Die grote, daar hebben we dus, als jullie kunnen zien, 1, 2, 3, 4, 5 pakken van. En er zitten er 108 in, dus dat zijn er bijna 540 om exact te zijn. Ja, dus heel veel Tunnekings hebben we niet afgestoken, man, met auto. Klopt, we hebben er echt maar 3 afgestoken. Maar dat snappen jullie wel, denk ik. Als jullie al onze compounds zag en alle cakes die we nog los erbij hadden, we hadden namelijk ook nog die Funkus, Duplex Cracker en Rain Blue en zo, die hebben we ook nog moeten afsteken. Moeten afsteken als ja. Het moet. Wat we vroeger aan Tunnekings afstaken, hebben we nou aan cakes afgestoken. Ja, dus die hebben we bewaard. Ook voor het jaar heen, voor video's voor jullie. En gewoon een beetje stoken natuurlijk. Dus die hebben we expres ook bewaard. Hierboven heb ik ook echt expres bewaard. Is een geel cake van Duitsland. Van de Aldi. Leuk voor tussendoor. En die heb ik bewaard omdat ik vind eigenlijk geel, crackling en knal hoort bij Oud en Nieuw. Ja, we hadden er zin. Ja, moet nagaan. En heel veel zitten natuurlijk in het 10-uur project. Ik ben benieuwd trouwens of jullie de compilatie al hebben gekeken. Of er toch nog mensen zijn die de compilatie nog niet hebben bekeken. Ik kan me niet voorstellen, want die video is echt meer dan 240.000 keer bekeken. We stonden volgens mij ook meer dan een week lang in trending. Echt insane, man. Jullie zijn echt bazen, ik zweer het. Verder. Goldraketten. Zijn natuurlijk de betere pijlen van de Lidl. Of daar een Nederlandse tekst op staat. Ik dacht het niet. Nee man, er staat geen Nederlandse tekst op. Dus officieel kan je hier gezeik mee krijgen. Maar er zit maar 20 gram in, dus dat scheelt. Dus het houdt in dat we ze gelijk even gaan afsteken zometeen. Ja, we hadden zoveel HBF, dat we eigenlijk er niet aan toe kwamen. Enige Duitse die we nog hebben. Ja man. En dan hier zo. Top 1 Rockets. Ja, iedereen kent ze wel. Die had Glenn aangeraden aan mij, dus dikke SO naar Glenn ook. 15 pijlen zitten erin. Van klein naar groot. En ik vind het een mooi design. Kan nagaan mensen hoeveel er op is van een hele grote collectie waarvan iedereen dacht van wauw, hoe ga je dat ooit opkrijgen, hebben we alleen nog dit over. En mochten we dit gaan afsteken, dan denk ik dat, wanneer zouden we het echt allemaal op hebben? Echt binnen een avondje man. Echt binnen een avondje. Gewoon doorstoken. Maar dit is eigenlijk gewoon een collectie die we vroeger hadden, qua grootte. Vroeger als je dit had, dan had je echt een heel goed oud en nieuw. Ja, maar daar heb je ook een goed oud en nieuw. Zeker. Ik wil ook gewoon even zeggen tegen jullie, van je hoeft niet de grootste collectie te hebben om een leuk oud en nieuw te hebben. Toevallig hebben wij natuurlijk, we maken video's ook door het jaar heen en daarom bewaren we ook wat. En wij hebben natuurlijk een wat grotere collectie dan de gemiddelde kijker, maar dat weerhoudt niet van het plezier dat jullie ook kunnen hebben aan vuurwerk. Want hier kan je echt, zelfs met minder, kan je echt een hele avond goed stoken. Zeker, zeker. Ook, je hebt een paar goede cakeys. Voor de rest, we hebben ook nog kat 1, staat bij mij in de kelder.
Alleen, ja, kat 1 wilde ik hier niet bij doen. We kunnen natuurlijk de collectie zo groot mogelijk maken. Maar kat 1 dacht ik, die laten we even in de kelder staan. Is niet bedoeld om als overgebleven collectie met oud en nieuw. Dus ja, dit hebben we over van oud en nieuw. Echt specifiek. Dit staat er nog. En dit gaat ook de komende tijd wel op. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie het vet vonden dat wij deze video voor jullie maakten. We kregen heel veel vragen hierover. Want iedereen natuurlijk die video heeft gezien hoeveel we hadden. En dus hier hebben jullie het antwoord. Dit hebben we nog over. Super weinig. Ik hoop dat jullie even een like omhoog willen doen. Net zoals bij die vorige collectievideo. We gingen toen voor de 10.000 likes en stonden binnen 3 uur daarop of zo. Bizar. Nou, dat gaat nu natuurlijk niet lukken. Maar als jullie even die like omhoog willen doen. En even nog een laatste support. Dan zou dat wel echt dik zijn op deze video. We gaan gewoon door met afsteken en met video's maken voor jullie. Laat even achter in de reacties, zoals ik net al zei. Wat voor video's jullie graag willen zien. Misschien hebben jullie leuke ideeën. Dus laat het achter in de reacties en wellicht gaan wij ze maken. Er komen nog genoeg leuke video's aan. We hebben namelijk heel veel video's nog op de plank liggen van oud en nieuw. Wij zien jullie weer volgende week bij een nieuwe video. Let's go. Later.